Heel Brinkman. Over aardige mannen gesproken. Welkom. U zit hier bij ons aan tafel en u komt praten over de PVV in campagnetijd. En daar zijn we blij om, dat u dat doet. Maar goed, wij denken altijd wel, de PVV, dat is toch eigenlijk niet Hero Brinkman. Dat is maar één iemand en dat is Geert Wilders. Nou ja, ik kan me voorstellen dat jullie dat denken. En ik ben hier natuurlijk ook om een reden. Ik ben hier om een reden dat ik vind dat de PVV een democratische partij moet worden. We zijn inderdaad een partij die gebouwd is om één man heen. Sterker nog, de man die de partij gemaakt heeft tot wat hij nu is. En dat is Geert Wilders. En dat is een buitengewoon belangrijke man voor de PVV, uiteraard voor nu en hopelijk tot ver in de toekomst. Maar we moeten wel reëel zijn. We moeten ons bedenken dat elk moment Geert ons kan ontvallen. Of dat Geert zegt, ik ga iets anders doen. Dat kan allemaal. En ook voor de toekomst moet die PVV een rol krijgen in onze maatschappij. En daarvoor denk ik dat de enige manier om dat te kunnen doen is om een goede basis te creëren voor deze partij. Om opener, transparanter te zijn. Mm-hmm. En daarom een democratische PVV. Ja. En ik heb me voorgenomen om dit moment te gebruiken, omdat we niet een democratische partij zijn, in deze campagne in te brengen dat ik dat graag wil. Dat ik ervan overtuigd ben dat heel veel PVV'ers dat graag willen. Dat dat mijn motto gaat worden. En dat ik iedereen oproep. Nou, dat ik een democratische PVV wil. Dus met andere woorden, dat ik na de verkiezingen bewegingen wil zien waarin wij gaan starten met een democratische partij, met een partijbestuur, waar een congres gehouden wordt, waar gewoon, zoals bij elke politieke partijen, gestemd kan worden over het programma, gestemd kan worden over de kandidatenlijst, et cetera, et cetera. En daarom hoop ik dat de achterban van onze partij mij zoveel mogelijk zullen gaan steunen, als zij dat ook vinden door een voorkeurstem op mij uit te brengen bij de verkiezingen. Wat vindt Geert Wilders er zelf van? Nou ja, kijk, ik denk dat Geert Wilders het in ieder geval zou appreciëren dat ik gebruik maak van mijn democratisch recht. Want hoe je het went of keert, hij is op en top een democraat. Ook hij heeft in het verleden in de partij van mevrouw Jorgensma, in de VVD natuurlijk ook, op allerlei manieren ook zijn mening proberen door te drukken. Maar Geert is iemand die wel probeert heel voorzichtig, heel geleidelijk aan bepaalde standpunten te brengen. Daarbij niet uitsluiten dat wij ooit een democratische partij gaan worden, maar wil dat op termijn gaan doen. En ik denk dat het niet verstandig is. Ik denk dat dit nu het moment is om dat te doen. Onze aanhang is zeer fluïde. Op dit moment staan we er goed voor. Ik denk dat we er zelfs heel erg goed voor staan. En dat we een hele goede verkiezingsuitslag gaan halen. Maar we moeten wel die mensen binden. We moeten wel die mensen houden. We moeten een vaste basis bieden voor die mensen. Ja. Ik wil ook heel graag de jongeren aanspreken. Ik zou het prachtig vinden om een jongerenafdeling van de PVV op te richten. Maar het rare is dat we hebben eerst geconstateerd dat er één man is die gezicht geeft. Los van anderen die dat goed doen, en daar hoort u ook toe. Maar één man die echt het gezicht is van de PVV. En als die dus wil dat die partij een meer democratische beweging wordt, dan zou je verwachten dat Geert Wilders daar zelf het initiatief toe neemt. En dat doet u. Nee, maar dat zeg ik al. Daar zit dus kennelijk iets. Nee, nou, dat heb ik al proberen uit te leggen. Geert Wilders wil dat op termijn doen. En ik zeg, ik denk dat dit het moment is om dat nu te doen. Nu we groot zijn, moeten we proberen om die achterban, om het electoraat bij ons te houden, zodat ze niet mogelijk, als ze teleurgesteld zijn, of bijvoorbeeld teleurgesteld zijn dat we niet het debat aangaan, of dat we te weinig zichtbaar zijn, of misschien onverhoopt niet in een volgend kabinet mogen zitten. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar stel dat dat het geval zal zijn, dan moeten we toch die mensen een basis binden om ze niet naar een andere partij te laten gaan. Meneer Brinkman, het is natuurlijk niet alleen dat er geen congres is en ook geen ledenraad of wat dan ook, maar het is ook heel erg Geert Wilders die naar buiten toe bepaalt wat er gezegd wordt. Er zijn vaak interviews geweest met anderen en dan zeggen ze, dan moet je bij Geert zijn. Is dat ook niet een punt dat je dat democratischer zou kunnen? Nou kijk, dat is natuurlijk ook niet zomaar gebeurd. Die strategie die hebben we inderdaad jaren bewandeld en die had ook een doel. Uiteraard, wij waren allemaal nieuwe jonge politici in het hele Haagse. U kent ongetwijfeld ook natuurlijk hoe dat gaat als je daar komt. Ja, de media probeert je uit elkaar te spelen. Dus dat was natuurlijk op dat moment heel erg slim om te zorgen dat we een ongelooflijke keiharde discipline hadden. Dat we daar met z'n allen stonden als één gesloten front. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat we niet uit elkaar gespeeld werden. Ja. Dat hebben we 3 jaar lang goed gedaan.
Dat hebben we zelfs heel erg goed gedaan. Er is geen gat ingeschoten. Daar ben ik ook ontzettend trots op. Maar ik denk wel dat nu het moment aangebroken is waarin we dat, die risico kunnen wagen. En Geert is daar wat terughoudender in. Ja. Probeert die risico te minimaliseren. Kunt u een voorbeeld geven van een onderwerp waarvan u zegt, nou, daar zou in onze fractie best eens discussie over kunnen zijn en een iets ander standpunt naar buiten gebracht kunnen worden dan Geert zou hebben bepaald? Nou ja, kijk, wij roepen al sinds jaar en dag dat wij proberen onze standpunten te verbreden. En daar zou ik mijn achterban wel eens over willen horen wat zij daarvan vinden. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, de immigratie, maar ook de islamisering is natuurlijk een buitengewoon belangrijk standpunt wat wij hebben. Daar kent iedereen ons van. Maar wij zijn ook bijvoorbeeld een groot voorstander van een kleinere overheid. Een betere zorg. Een andere defensie. Dat zijn allemaal hele belangrijke standpunten. En ja, daar wil ik ook de achterban over horen. En misschien wil de achterban ons ook wel meer over die standpunten horen. Maar is dan het nou dat we dat opnieuw moeten doen. Een sterk naar buiten tredend onderwerp, die immigratie of immigratiestop van moslims. Is dat een onderwerp waarvan in de partij een discussie is? Of waarvan je zegt, nee, Geert bepaalt het en zo gaat het? Nou, dat is, er is ooit een discussie geweest over een zogenaamde moslimimmigratiestop. Mm-hmm. Daar is een hele discussie geweest in de fractie. En uiteindelijk heeft de fractie besloten om dat niet door te zetten. Overigens waar ik ontzettend blij om ben. Want daar ben ik in het algemeen dus niet voor. En daar uiteindelijk is een immigratiestop voor moslims voor mensen uit moslimlanden uitgekomen. Dat is en dat is de goede lijn. Want moslimlanden is een algemeen geaccepteerd VN-benaming. Mm-hmm. Dus daar kunnen wij ons heel goed aan houden. We kunnen natuurlijk aan de grens mensen om een paspoort vragen als bewijs voor hun nationaliteit. Dus dat lijkt me niet meer dan maar je gaat niet aan mensen uit een ander land vragen welke godsdienst ze hebben, bedoelt u? Nee, dat wil ik niet vragen. Nee. Nou, zijn er ook, er is bijvoorbeeld, dat heeft u zelf natuurlijk ook meegekregen, de opmerking van Wilders over de kopvoddentax. Dat is bij veel mensen, ook mensen die PVV-aanhanger waren en in ons programma zijn geweest, zeiden dat vonden we nou gewoon te ver gaan. Is dat nou iets wat ook, waarvan u zegt, daar zou ik ook mijn achterban wel eens over willen horen? Nou ja, dat is natuurlijk, dat zijn standpunten waarin je in je achterban en in een democratische partij natuurlijk veel makkelijk afstemming kunt vinden of zoiets inderdaad ook zo moet spelen. Dan heb ik het niet over de benaming. Dat is maar net even het woord waar heel veel mensen om vallen. Maar dat is wel om de visie erachter. Namelijk om het feit dat het hoofddoekje gezien wordt als de onderdrukking van de vrouw. Het recht van vrijheid van de vrouw die op dat moment in onze westerse maatschappij onderdrukt wordt. En waarbij wij zien, dat is een smet op onze dagelijkse zicht binnen die maatschappij. En als men dat ervoor kiest om toch te dragen, dan zou daar een belasting voor geheven mogen worden. Maar het is wel iets waarvan ik zeg, daar moeten we met onze achterban over praten. Heeft u het gevoel dat de achterban anders denkt dan wat er nu door de PVV naar buiten wordt gebracht af en toe? Nou, ik heb in ieder geval wel heel erg sterk het gevoel dat de roep op een democratische PVV steeds groter wordt. Het is toch opmerkelijk natuurlijk dat aan het begin van de campagne, voor de verkiezingen, dat één iemand uit de fractie, nummer 11, in dit geval op de lijst, dat hij om voorkeursstemmen vraagt. Ik denk dat de leider van de partij daar niet zo blij mee is. Nou, de leider van de PVV, Geert, is op en top democraat. En weet dat wij geen democratische partij zijn in de zin dat wij een congres kunnen houden waarbij ik bijvoorbeeld zou kunnen aangeven wat ik zou vinden en mijn leden zou kunnen vragen of ze me daarin steunen. Dit is het moment voor mij om aan te geven dat ik die koers graag zou willen zien. Wanneer? En ik vraag onze achterban daarin om haar mening. En die kunnen ze op dit moment op de enige democratische weg tonen door mij met voorkeurstemmen in die Kamer. Bent u de enige in de partij die deze lijn? Nee, nou ja, ik heb met een aantal mensen gesproken waarvan ik weet dat een aantal mensen wel kunnen billijken dat ik er zo over denk en dat ook wel ondersteunen. Maar u bent dus de enige die hiermee naar buiten treedt. U zegt als je die democratisering wil, dan zou je in ieder geval een voorkeurstem op Hero Brinkman moeten zetten. Ja, ik had het graag aan een ander overgelaten. Ja, of met een aantal mensen. Ja. En dat is dus kennelijk niet zo. Nee, dat klopt. Is dat omdat ze niet durven? Dat moeten we aan hen vragen. Gaan we doen. Heeft u uw standpunt met Geert Wilders vandaag besproken? Of ziet hij het vanavond voor het eerst als hij trouwe fan als hij van ons programma is kijkt?
Dat, ook dat laatste, dat zou u aan hem moeten vragen. Nou ja, kijk, hoe ik met Geert dit soort dingen bespreek, dat is niet aan u. Dat is, nee, is aan u. Dat is aan mij. Ja, maar dat ga, aan mij komt de vraag hoe dat ging. En dat ga ik u mooi niet vertellen. Dat, u weet dat wij daarin, wat er besproken wordt binnen de fractie en binnen de partijleider en de overige leden, dat we daar altijd zeer terughoudend in zijn. En ook bij deze. Maar loopt u niet het risico dat hij zegt, nadat hij u vanavond gezien heeft, zeg, ben je maar bedonderd, ik donder je uit de fractie. Ja, dat, dat kan hij doen. Dat neemt niet weg dat ik wel deelneem aan de verkiezingen. En dat ik ervan overtuigd ben dat heel veel partijleden, electoraat van ons, het in dat opzicht niet met Geert eens zullen zijn. En mogelijk dan juist gemotiveerd raken om wel op Brinkman te gaan. U heeft erover nagedacht dat dit een risico is dat u loopt? Ik heb overal over nagedacht. Het klinkt een beetje als de muitende Brinkman. Nee, dat is het niet. Ik ben absoluut niet. Ik wil ook geen dissident zijn. Kijk, ik ben de politiek ingegaan. Ik heb hier een prachtige mooie baan in Amsterdam gehad. Dat weet u allemaal. Ik heb 22 jaar met ongelooflijk veel plezier bij de politie gewerkt in Amsterdam. Prachtig korps. Ik heb die baan verlaten omdat omdat mijn roeping de standpunten van de PVV waren. Niet de standpunten van één man. En ik maak mij zorgen om die standpunten van de PVV. Ik wil dat mijn zoontje over 50 jaar nog steeds op die PVV in de Tweede Kamer kan stemmen. En ik denk dat de enige weg daarin een democratische PVV met een goede basis, een transparante, opene partij moet zijn. En dat dit het moment is om dat voor elkaar te boksen. En ja, met alle respect, anders is er niet. Dit is het. En dit is het moment volgens mij. Mevrouw Jorsma, u bent politica pur sang. Ik ben nu burgemeester, dat is een iets andere... Bestuurder. Ja. Maar u heeft te maken met politici elke dag. Ja. Hoe luistert u hier naar? Nou ja, ik kan me daar zelf niet zo heel veel bij voorstellen. Omdat ik zelf altijd lid geweest ben van een partij die vanuit een bepaald beginsel haar ideeën ontwikkelt. En wat natuurlijk die een lange traditie heeft. En ik kan me ook nooit zo... Goed voorzitter. Ja, ik ben altijd een loyaal partijlid geweest. Ook in slechte tijden, zal ik maar zeggen. En ik heb nooit zo erg de behoefte gehad om dan me daar weer buiten te stellen. Nou, u kunt ook zeggen, het is een democratisch verlangen van iemand van de PVV is mooi meegenomen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, maar ja, ik kan me alleen niet zo goed voorstellen dat je dat in een campagnetijd doet. Want dan zou je juist, denk ik, als je campagne wilt voeren, gezamenlijk tevoren gaan om het beste met je partij te willen. Klinkt toch als een beginnende machtsstrijd? Het klinkt een beetje als een machtsstrijd, ja. Ik kan me daar gewoon niet zoveel bij voorstellen dat ik het zo zou doen. Ja, nee, maar kijk, ik kan me met alle akkefietjes die de VVD natuurlijk afgelopen 10 jaar heeft gehad, wat dat betreft wel het een en ander bij. Ik kan het voor mezelf niet voorstellen. Ik kan me voorstellen dat u terugdenkt aan de vorige verkiezingen wat dat betreft en na de uitslag. Maar dat is dus hier absoluut niet het geval. Laat even één ding helder en duidelijk zijn. Dit is geen machtsstrijd. Er is bij ons maar één partijleider en dat is Geert Wilders. Er is maar één partijprogramma en dat is het beste partijprogramma van alle partijen in de Tweede Kamer. Dat is ons partijprogramma en daar sta ik 100% achter. Het gaat mij er alleen maar om voor het voortbestaan van de standpunten van de PVV. En ik ben ervan overtuigd dat dat alleen maar uiteindelijk kan als wij een democratische partij gaan worden. En dat is mijn punt. En even voor de duidelijkheid. Alleen maar als je dat met elkaar wil. Met elkaar bij is een fractie. Bij uw partij heeft toch ook het congres het voor het vertellen? Daar hebben de leden het toch ook voor het vertellen? Dat weet ik wel. Bij ons is dat niet het geval. Dus wat moet ik? Nee. Ik kan niet anders dan alleen maar in de aanloop naar een verkiezing aangeven dat ik graag die koers zou willen zien en dat ik vraag aan de achterban van de PVV, wat vindt u daarvan? En ik kan alleen maar vragen om die keuze kenbaar te maken door een voorkeurstem uit te brengen. Dat is het enige wat ik op dit moment kan. Ik zou dan graag de democratische gehalte van de VVD op dit moment als een soort leidraad willen gebruiken. Niet alles hoor, laat het even duidelijk zijn. We gaan uiteraard wel stemmen. Okay. Maar we gaan een aantal grondbeginselen gaan we natuurlijk, daar gaan we niet aan zitten. Nee, maar u wilt wel uiteindelijk een partij met leden. En leden hebben invloed op hoe die partij zijn standpunten verder naar buiten toe brengt. Precies. En welke die kiest daarin. Precies. Ja? Ja. En ook natuurlijk misschien wel, want dat viel ons. Wij dachten nog, dan zijn er toch, ik geloof, 3 mensen op de lijst van de PVV die uiteindelijk dan niet de finish hebben gehaald. Had dat ook niet wat beter uitgezocht kunnen worden? Is dat ook een ergernis? Nou ja, ongetwijfeld. Maar
daar ga ik dus niet over. Nee, daar weet ik ook te weinig over. Maar dat komt misschien door diezelfde nogal gesloten structuur van... Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat het even goed mogelijk zou zijn geweest... dat een partijbestuur met een dergelijke kandidatenlijst komt... waar later blijkt toch iets aan de hand te zijn. Ik weet het verder ook niet. Ik ben daar niet bij betrokken geweest. Dus ik kan daar geen oordeel over vellen. Wil de PVV regeren? Absoluut. Wilt u minister worden? Als ik gevraagd word, dan zal ik mijn best ervoor doen. Maar ik vind dat de PVV 300% ervoor moet gaan om het kabinet in te gaan. Ja, maar wil Wilders dat de PVV gaat regeren? Ja, dat zegt hij duidelijk wel. Hij wil ook regeren. U twijfelt daar wel aan als u zegt dat zegt hij duidelijk wel. Nou ja, kijk, Geert Wilders heeft wel aangegeven... dat hij bereid is om na te denken over steun aan een minderheidskabinet. En ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je dan op dat moment de huid verkoopt voordat je de beer geschoten hebt. Ik vind dat je gewoon voor een verkiezing 300% moet gaan voor regeren. Wij kennen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog geen kabinetten, minderheidskabinetten met steun. Wij kennen 5 romkabinetten, zogenaamde romkabinetten. Dat is zeg maar een doorstart met een kabinet waar iemand eruit is gegaan. Waarbij de laatste overigens ook niet een al te mooi voorbeeld is geweest. Maar wij kennen geen minderheidskabinetten. En het lijkt mij in deze tijd met deze problemen niet zo heel erg kies... om te gaan steun geven aan een minderheidskabinet voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog. Goed. We wensen u veel sterkte de komende dagen bij de fractievergaderingen van de PVV. Dat gaat allemaal goed komen. Ja, vast wel.